Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LS, Speedy Varamor. En vandaag ga ik op pad met Wim in een ambulancepakje met een ambulance. Ik ben alleen. Waarom? Omdat ik geen zin had in een collega. Die loop je eigenlijk alleen maar in de weg. Wij hebben LSPD VAR aanstaan, maar we zijn dus ambu zoals ik al zei. Dit is onze ambu waarmee we het vandaag gaan doen. En we gaan wat meldingen krijgen zoals deze. Dit is de eerste die we vandaag gaan krijgen. Medical emergency. Er is een ambulance nodig. Adam 4, copy. Ik hoor geen urgentie. Gezien ze waarschijnlijk niet weten wat er aan de hand is, ga ik dus A1. We hebben de luchthoren er vandaag op zitten. Dit is niet de luchthoren wat jullie nu horen hoor, maar die kan ik aanzetten als het nodig is. Een beetje afstand van de voertuigen voor mij, zodat zij kunnen bedenken wat ze willen gaan doen. Witte auto staat stil, waardoor ik hier keurig tussendoor kan. En dat is nog bijna op die auto's knal, maar dat is geen probleem, het gaat goed. Rem hier af. Links is vrij, rechts gaat rijden, maar staat inmiddels stil en we kunnen weer gassen. En een beetje meer pit geven aan deze auto, merk ik. En dat gaan we doen door middel van deze en dan zo net wat harder te zetten, waardoor we wat sneller kunnen optrekken vooral en het niet onrealistisch is om qua snelheid. Ja, even goed sturen. Ik heb weer wat aanpassingen gedaan in mijn stuurmod. En dat is soms dan erg raar. Politie is ook ter plaatse, dus wat hier los is, Joost mag het weten, maar daar komen we snel genoeg achter. Politie heeft hem wel echt zo neergezet van wij moeten heel snel ter plaatse zijn. Ik geloof dat ze zelfs tegen het gebouw hebben geparkeerd. Ja. Ja, er zit een collega in, maar ik moet toch echt hier binnen zijn. Dus we gaan eens kijken. Mocht het nodig zijn, zetten we de ambu wat dichter bij de deur. Het is natuurlijk wel ver. We hebben daar iemand liggen. Hij reageert, of nou, ik moet zeggen, hij beweegt. Dus dat is mooi hoe die hier terecht is gekomen, weet ik ook niet precies. Ja, je komt er trouwens wel makkelijk. Goeiedag meneer, ik ga op de T drukken en dan gaat hij altijd wat bewegen, ben ik achter gekomen. En dan gaan we eens kijken. Dan komt in beeld wat er allemaal aan de hand is. Hij gaat opstaan, dat is mooi. Het valt misschien dus wel allemaal mee. Eens even spieken. Hij heeft een gebroken rib, hebben wij al vastgesteld. Hij heeft rook ingeademd, hoofdpijn en wat kleine schrammetjes en even denken, schrammetjes en ja, snijwonden of zo. Dus we gaan hem in ieder geval wat medicatie geven. Waarvoor? Nou ja, bijvoorbeeld pijnmedicatie, hè? Pijnlijke rib. Je kunt niks aan een gebroken rib doen. Moet alleen even kijken of die niet gracias, por favor amigo, of die niet op de verkeerde plek zit. Of ja, verkeerde plek moet zeggen, of die niet letsel inwendig toebrengt. En dat wil dus zeggen dat dat hij misschien wel een kom maar mee trouwens, een klaplong daardoor krijgt, dat de rib in de long is geprikt en dan doet dat aua. En daar moeten we wel eens aan doen, maar dus samen met het in de rookinhalatie, dus het inademen van roken en wat had hij nog, ja, hoofdpijn en dat soort klachten. Hoofdpijn kan misschien komen door die rookinhalatie. Gaan wij hem toch even laten controleren in het ziekenhuis en dat doen wij onder een urgentie A2. De politie is inmiddels ook wel weg. Daar staan ze misschien. Nee. Nou, meneer loopt met me mee. Het gaat allemaal. Je ziet het daar niet zo soepel. Of ja, niet zo soepel. Hij loopt goed. Maar je ziet toch dat hij gewond is. En dat snap ik ook wel heel goed. Nou, wij gaan hem wijzen op de deur waar hij naar binnen mag. Dat is hier zo. Kijk eens aan. Ik druk op de T en hij gaat naar binnen. Hij stapt in. Ik stap in. Zit je, amigo? Ik zie hem niet meer. Ah, wel, daar ligt hij. Zit hij. Oranje gaat uit. En wij gaan A2 ziekenhuis. De route staat er al in, wordt automatisch door het door de meldkamer erin gezet. De route waar je naartoe wilt. Voor de mensen die zich afvragen,
Hoe heet deze mod? Wauw, wat cool, wat een mooie mod, wat een leuke mod. Ik wil ook ambulance spelen in singleplayer. Dat kun je heel goed, maar dan moet je wel LSP die je voor hebben. Dan doe je op Ctrl-End. Dan staat hier, nee, stop, oh shit, nu heb ik End gedrukt. Ja, logisch. Dan staat daar Callout Type. En die moet je van Police naar Paramedic selecteren. Dan druk je op Enter. En dan zet je je meldingen op Z op uit. Zoals onder in beeld is. Ik rij even die route, anders blijft die voor altijd erin staan. We gaan al naar een vervolgmelding, zie ik. Even luisteren of de meldkamer nog iets zegt. Maar ja, je zet de meldingen dus uit, waardoor je alleen meldingen van de ambulance krijgt. Als je melding aan zou zetten, dan krijg je ambulance meldingen, maar ook meldingen voor, oh, hij crasht, voor politie of ja, voor politie dus zoals LPD vaak gewoon. Nou, de melding van de persoon van een gewonde collega, die was dan loos. Jullie zagen het, hè? We crashten niet met ons voertuig, maar het spel. Nu krijgen we de melding van een persoon die zich heeft verbrand en redelijk ernstige brandwonden als we het zo horen. Dus dat wordt een A1. Nou, dat was de luchttoren. En die zit er echt op. Ik maak geen grappen met jullie. Die zit namelijk onder het kenteken. En ik laat hem zo meteen zien. We hebben een beetje afstand, maar ze stoppen al en we kunnen er mooi langs. Ja, grijze auto. Ik zou stoppen, anders gooi ik mijn luchttoren erop. Hier is het ook lekker krap gemaakt, maar we komen er doorheen. Dat, nee, ik ga het niet kunnen laten zien zonder dat ik weet of er voor mij iets rijdt. Hier staat de brandweer al ter plaatse. Ik zie niemand, oh, daar ligt ze. Dat is zo te zien, hè? Ja. Dag heren. Jullie zijn klaar. Daar zo onder het kenteken zit de luchttoren. Echt waar, ik maak geen grappen met jullie. Hallo mevrouw, ik ga eens even kijken met de handen in mijn zij of op mijn riem. Of ook, oh, we kijken de andere kant op. We staan wel per des erbij, hè. Nou, laat mij eens kijken. Kom eerst maar eens rechtop staan, want dat gaat die mod toch doen. Dus dan moet je maar rechtop staan. Moeite met ademhalen. Vertigo, dat moet ik weten. Maar dat weet ik niet. Even spieken, daar hebben we Google voor. Oh, duizeligheid. Oké, ja, dat is Engels. Oké, neem maar aan. Wij gaan haar medicatie geven en zuurstof. Ze heeft inderdaad wel flinke brandwonden in het gezicht, zoals jullie zien. Dat is ernstig. Dus we gaan, dat zijn tweede graad brandwonden. Derde graad is het ernstigste. Wij gaan haar met spoedvervoer richting het ziekenhuis in de omgeving. Kun je zeggen, ja maar ze staat toch, het valt allemaal wel mee. Maar je ziet daar, hou je bek eens mevrouwtje, sorry. Nee, je ziet dat zij brandwonden heeft, je ziet dat zij haar jasje ook zeg maar flink aan het brand, of in brand heeft gestaan, denk ik zo. Ademhalingsproblemen, dat kunnen allemaal, ja, toch wel ernstige symptomen zijn. Nu kun je allemaal zeggen, maar ja, ze is goed aanspreekbaar, ze loopt. Maar brandwonden is echt heel gevaarlijk. En dat onderschatten mensen nog wel eens. Maar je kunt gewoon later alsnog doodgaan. En nu zij moeite heeft met ademhalen, kan het zomaar zijn omdat ze ook nog eens... Ga eens aan de kant, joh. Ik ga je gewoon tussendoor, hoor. Hoppakee. Nu zij moeite heeft met ademhalen en brand van het gezicht heeft, kan het zomaar zijn dat zij bijvoorbeeld... haar keel of zo, hè, inwendig dan heeft verbrand of noem maar op. Ja, dat is niet goed. Zij moet snel behandeling krijgen in het ziekenhuis. Nou, de afstand, want die rode auto. Ik wist dat dit of iets dergelijks ging gebeuren. Met een slachtoffer rij je natuurlijk anders dan na geen slachtoffer. Met een slachtoffer wil je niet te veel remmen en rare manoeuvres uithalen. Dus ik ben hier heel rustig aan het remmen zodat ik hier door kan. De ervaring leert, of ja, ervaring moet zeggen. In het echt merk je nog wel eens, zeker als je erin zit,
in zijn AMU, dat mensen gaan, of dat de chauffeur gewoon vol gas geeft en vol gaat remmen en allemaal vol gas. En dat wil je natuurlijk niet met een slachtoffer. Na een melding kan dat wel, want dan zit je samen erin en maakt het niet zoveel uit. Het maakt natuurlijk wel uit hoe je rijdt, maar het gaat niet om de comfort van de patiënt. We gaan even kijken waar wij worden opgewacht. Dat is hier zo, want wij worden opgewacht. Ja, ik heb de mod toen straks een tijdje voor mezelf even gespeeld. En dat doe ik wel eens met bepaalde mods of plugins. Zodat ik in ieder geval zeker weet dat ik ook snap wat ik doe. Niet altijd hoor, ook al heb ik het geïnstalleerd en gespeeld, snap ik het nog niet helemaal. Maar nu weet ik toevallig dat iemand ons ophaalt als ik hier ga staan. Mevrouw is eruit, wij geven nu door aan de meldkamer dat we vrij zijn. En dat doen wij, als het goed is, nu. Ja, we hebben één patiënt gesaved. En niemand is dood gegaan, wij gaan retourpost. Ik ken deze mod al een tijdje. En ik had eerst de IMS mod, maar die crashte zo vaak tot ik heb gezegd ik ga niet meer singleplayer ambulance mod spelen. Toen kwam Wandertje, shout-out naar hem, aan van ja maar gebruik dan agency callouts. Die heeft deze mod en toen zei ik al, of toen dacht ik al, ja die heb ik vroeger wel altijd gespeeld. Want het leuke was, er zaten ook B-ritten en zo in. Ik weet niet of die nu nog komen, want hij is geüpdate en dat snap ik ook wel. Dit klinkt als een ernstige melding. Want er is iemand aangereden op de snelweg. Als we dan toch niks te doen hebben, ja dan gaan we, of ja als het dan toch niet lukt, gaan we weer gewoon terug naar de post. Melding crashte, zoals jullie zagen, alweer. Eigenlijk best gek, want toen straks voor mijzelf speelde, dus zonder opname, toen ging het allemaal gewoon goed. En heb ik best lang zonder crashen deze mod gespeeld. Nu moet ik zeggen, toen heb ik wel niet aan de melding aangenomen tot een voetganger werd aangereden. Dus wellicht dat het dat soort meldingen zijn die dan crashen. We gaan nu weer door naar de volgende melding van een persoon die een ambulance nodig heeft. Onbekend hoe of wat verder. Ja, dankjewel. Hier ligt iemand op de parkeerplaats. Goeiedag, hallo. We gaan maar even kijken, we laten hem even zijn ding doen. Wat hebben we? Anaflactische shock, oké. Gebroken arm, dat is niet mooi. Wij gaan medicatie geven en dan weliswaar epinefrine, adrenaline eigenlijk. En wat gaan we nog geven? Tafigiel. En vulling met vocht of zo, weet ik het. Pijnmedicatie, ja, nou ik... We gaan aaien naar het ziekenhuis. Anaflactische shock, wat is dat nou? Dat is eigenlijk een shock. Ja, jullie kennen een shock wel, niet van wauw ik ben in shock want ik hoorde dit nieuws net. Nee, dit is een medische aandoening van het lichaam. En dat is zeer ernstig en een anaflactische, je hebt meerdere shocken zeg maar. Cardiogene shock, het hart, anaflactische shock, hypovolemische shock. Maar die anaflactische shock is dus op basis van een allergische reactie. Dus wij willen nu heel snel naar het ziekenhuis. Maar we zitten hier een beetje vast. Hier ga ik niet tussendoor komen. Of wel? Ja.
Dus dit is een soort van foute boel. Nee, rode auto. Ik zag het, maar ik kan natuurlijk niet zomaar abrupt naar rechts gaan sturen, want je hebt een slachtoffer achterin. Als het moet, dan moet het, hè, maar liever niet. Die bus stopt nog net op tijd. We hebben aankomst ziekenhuis. We gaan even kijken waar we vandaag worden opgevangen. Hier zo wederom. Toen straks was ze namelijk aan de overkant. Dus ik dacht misschien switch je nog wel eens. Aankomst ziekenhuis. Ik ga mijn collega hier vragen om mij even te komen helpen. Ja, daar komt hij. En ik moet zeggen, wij hebben een scooperrun gedaan. Dus inladen weggewezen. En dat hebben we redelijk snel gedaan. En ik denk dat deze beste heren daarom ook perfectos heeft geoverleefd. Adios amigo. Wij gaan naar de laatste melden van vandaag. Nee, we gaan niet naar de laatste melden van vandaag, want de mod is gecrashed. Willen jullie dit nou vaker zien? Want ik heb er echt geen zin meer in. Als je continu crasht, dan ben je super lang bezig. Nou, hij gaat toch door, maar ik vertrouw niet helemaal meer, omdat alle icoontjes ook zijn verdwenen. Wil je deze mod nou vaker zien? Laat het even weten in de comments. Wil je nou een andere ambulance zien? Dat snap ik heel goed. Laat ook maar even weten in de comments. Ik heb nog wel een mooie crafter. Die gaan we misschien de volgende keer gebruiken. Verzoekjes zijn altijd welkom. Ik zou zeggen tot de volgende video. En vergeet geen blauw duimpje achter te laten.